Maar ja, ik ben Roos. Ik ben verslaafd. En ja, daar wil ik wel heel graag vanaf. Moeilijke jeugd gehad, zeg je? Moeilijke jeugd gehad, ja. In een pleeggezin opgegroeid waar het allemaal niet even goed ging. En lastige ouders. In augustus 2015 dacht ik, nu is het klaar. Ik wil niet meer zo. En toen? Toen heb ik hulp gezocht. Ben ik ook in een kliniek terechtgekomen. Yes We Can hebben we het over. Ja, Yes We Can. Naar Eindhoven, naar het hoofdkantoor. Eindhoven, hoofdkantoor, dat was mijn intake. En vijf weken later stapte ik in het busje naar België. De kliniek op zich vond ik best oké. Het is best wel een goed programma. Alleen niet voor mij weggelegd op dat moment. Het was een beetje afbreken, opbouwen. Nou, ik ben denk ik niet zo goed af te breken. Het behandelplan was ook onjuist. Er werd onjuiste informatie in mijn behandelplan gezet waar ik het ook niet mee eens was. Dan kom je terug op het hoofdkantoor. Dan kom je terug op het hoofdkantoor voor je eindgesprek, voor je eindverslag die dan ook naar je huisarts gaat en naar je naamtraject. Dus toen had ik besloten dat ik het gesprek wel opnemen. Nou, dan kon ik het naluisteren, kon ik dan bedenken wat ik ermee zou doen. Zou ik er beter op kunnen reageren dan op het moment zelf? Dat heb ik ook aangegeven. Ik heb aangegeven dat ik dat gesprek zou opnemen. Voor het gesprek en tijdens het gesprek. Daartoe leidde dat ik een week later een brief kreeg dat ik niet meer mocht meedoen aan de nabehandeling. En dat was wel een behandeling die ik echt nodig had, want ik was nog niet klaar. En hoe gaat het nu met je? Hoe het nu met mij gaat? Nou, ik heb inmiddels weer hulp gezocht. En vanaf 1 januari ben ik weer de goede kant op aan het gaan. En nu krijg ik wel de ondersteuning die ik nodig heb en gewoon persoonlijk bekeken, op maat. Dus daar ben ik wel blij mee.